Deze donderpreek, die gaat over racisme. De donderpreken zijn bedoeld om heel beledigend te zijn. En uiteindelijk gaat het erom dat je erom moet lachen. En dat je bij jezelf denkt, hoe oh, heb ik zo stom kunnen zijn, omdat wat Perry zei niet gewoon zelf ingezien, ingezien te hebben geweest te zijn. Hoe, hoe kon ik zo stom zijn? En dat je dan moet lachen, dat je denkt, ja, nou, ik weet het al waarom ik zo stom kan zijn, had moeten zijn, want dat is gewoon hoe ik ben. Ik, ik ben hartstikke dom. En dan snap je hem. Als je de donderpreek goed begrijpt, dan ben je af van die angst die jou wordt opgelegd. En daarmee bedoel ik niet de coronacrisis. Nee, ik bedoel het geheel. En dat dit al een tijdje bezig is. Namelijk uh, sinds dat wij iets weten van geschiedenis. In de zin van uh, niet Piet heeft gehoord van Jan en die heeft het gehoord van zijn opa en die hebben dus allemaal hartstikke waren. Nee, het geschreven wordt. Graag. Ja, de, de consensus van die dagen. Denk er eens even over na. Dus de waarde van het geschreven woord probeer even met me mee te denken, het geschreven woord, dat, dat dicteert. Nou, sinds we dus die dictaten uh, hebben. en dat weten wij ongeveer hoe oud de, het schrift is. dat is ongeveer 3000 jaar. Dus daarvoor was er geen geschreven woord. Misschien was het er wel. Alleen die dingen die zijn we dan kwijt. Dat kan ook. Dat het geschreven woord nog wat ouder was misschien dat ik je moet zeggen 6000 jaar. Dat zijn dingen die kan jij je ook afvragen. Hoe oud is het geschreven woord? Anyway, als wij ervan uitgaan dat wij dan weten wat er ongeveer gebeurd is. En dat, uh, dat noemen we de geschiedenis. En hoe oud is die geschiedenis? Nou, dat gaat tot 3000 jaar terug. 4000 jaar. 5000 jaar. En de rest weten we niet. Ik kan je over fantaseren? De Bijbel is er erg concreet over. En als je dat volgt, dan is het allemaal 6000 jaar geleden begonnen. Met de hemel en de aarde. Ik heb daar niet zo'n moeite mee. Wat ik belangrijk vind aan de Genesis is de volgorde. Die ik mm, logisch vind. Eerst kwam de, kwamen de planten en toen pas uh, dag en nacht of het licht. Of... En dan zeggen mensen van ja, yeah, maar uh, dat kan dus niet. He? Want planten hebben licht nodig om te groeien. Als er geen licht is, dan gaan planten niet groeien. Wauw. Nee, die plant is eerder. Een plant groeit ook in het donker. Kan je nog steeds zeggen, ja, maar dit komt toen dat hij dan de warmte voelt en warmte is ook een soort licht. Ja, en dan pakken we weer de Bijbel erbij en waar ging het dan eigenlijk om? In de Bijbel staat dat er een fenomeen is en het heet Babylon. En. Dat fenomeen houdt in dat er een tyrannie is. Een duurzame tyrannie. Dat wil zeggen, het gaat met vallen en opstaan. Het enige dat er duurzaam aan is, is dat het elke keer weer opstaat. Dat dicteert de Bijbel. En dan kan jij je gaan beklagen van ja, maar dat vind ik helemaal niet aardig van God dat hij ook Babylon mogelijk heeft gemaakt. Ja, dat kan jij vinden. Ik respecteer je mening hoor. Maar kijk eens even naar de mensen die daaraan participeren. Aan Babylon, dus. Iedereen die hele ten dagen in die coronatijd meedoet met Babylon. Uh, ja, nou, dan zie je dus het percentage. Dat gaat tegen de honderd procent aan. Dus wij kweken onze eigen tyrannie. Door bijvoorbeeld met een mondkapje over straat te gaan lopen. Binnenkort zijn mondkapjes verplicht. Dan wordt het wat anders. Er zijn mensen die lopen nu. Al met een mondkapje in de ronde. Ja, Sida, Babylon. De meelopers. De mensen die... Ja, waar zijn ze met hun hoofd? Even terug... We pakken even corona als voorbeeld. Ik kan ook beginnen over 9-11. Ik kan ook beginnen over de maanlanding. Ik kan ook beginnen over de Franse Revolutie. Dat de Franse Revolutie. dat ging helemaal niet om vrijheid, gelijkheid en broederschap. Dat was het credo. En dat die Marie-Antoinette, of hoe ze ook maar heette. Dat die heeft. Dat die gezegd zou hebben. Van als het, voor, als het volk honger heeft. omdat het geen brood heeft. waarom eet het volk dan niet gewoon cake? Waarom is het volk zo gehecht aan brood? Eet toch chocoladecake? Met slagroom en cherises. Dat heeft die vrouw helemaal nooit gezegd. Het heeft alleen in de krant gestaan. Napoleon was van Hully, was van Babylon. Ja, het is zoals het is. En wat je dan kan zeggen van Babylon nu is dat hun. Hoofd terreur SS gestructureerde afdeling die de baas is binnen de eigen gelederen en die is de baas binnen eigen gelederen omdat ze voor die tijd al de baas waren in de regio's het gaat over het leger van de paus. Dus de militaire afdeling van de katholieke kerk. En de militaire afdeling van de katholieke kerk, die heeft een heleboel overgenomen. Vandaar ook al die oorlogen overal. Want daar verdienen ze stik veel geld aan. Dat ik het even weet. En hun manier van opereren is dat ze opereren in het verborgene. En dat ze. ons afleiden. met theater. En dat theater. Dat is bij deze mensen gebaseerd op wetenschap. Zij hebben een, ooit lang geleden een studie gemaakt van de aard van de mens en hoe die te tyranniseren. Als je, als je iets onder controle wil krijgen. Dan is het eerste wat je dient te doen, is dat jij je ervan overtuigt dat je precies weet hoe hetgene is dat jij wil overheersen. Kennis gaat vooraf aan succes. Dus heeft men een studie gemaakt van onze manier van denken. En waar bij ons de gevoelige snaren liggen. En daar weten ze ons dan mee in vervoering te brengen dat wij allemaal gaan roepen, het is een schandaal. Maar dit kan toch niet? Nee, maar heb je het gehoord? En ze weten hoe ze ons aan het denken krijgen. In die vorm. En zij richten zich daarbij op de vrouwen. In hun theater. Dus het theater is bedoeld voor de vrouwen. En om heel specifiek te zijn. Ze richten zich op de vrouwen. Um, vanaf 16 tot en met 30 jaar. Ongeveer 14 12. Dat dat is het publiek wat ze aanspreken met hun theater. Ja de dan kan jij denken, ja, Perrie, is wel zwaar overdreven. Dus uh, jij wil zeggen dat dus de, de media over de hele aarde... dat die aangestuurd worden vanuit één bron. Nou, maar dit, uh, geloof je dat zelf? Nou, uh, het staat zo'n beetje vast. Als je kijkt naar de eigendomsrechten van beroemde films... dan kom je telkens bij dezelfde namen uit, qua firma... Wereldwijd zijn er zes of zeven media companies, meer niet. En geloof me dat die mensen bepalen wat er in de krant komt te staan. Tuurlijk is dat zo. Dat is hoe Babylon werkt. Wat ze nodig hebben, is een spreekbuis. En ze brengen ons in vervoering met hun opgevoerde schandalen. En dat we elkaar beetgrijpen in angst. Oh nee, het gaat fout. Oh, 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 oh Henk, wat gaan we doen? En ze mikken op die, die groep vrouwen en in het algemeen op vrouwen. Het is de makkelijkst te manipuleren groep. Artje Schopenhauer die heeft zich in het begin van de 19e eeuw beklaagd over, de, over het asociale gedrag van vrouwen. Ja, dat is inmiddels meer dan 200 jaar geleden. Hè? En geloof me, vrouwen zijn nog steeds asocialer dan mannen. Mannen lopen te veel achter hun lul aan. Dat is het punt met mannen. Ze zijn. Het voordeel van mannen is dat ze kinderlijker blijven dan de vrouw. De vrouw die wordt echt zo ouder en dan is het echt een oude vrouw. En, ja. Mannen niet. Hè. Mannen blijven dat kinderlijke meer houden. En dat slaat ook door bij mannen. En dan heb je van die big cry babies. Ongelooflijke werkers. Dat even over seksisme. En de media zijn seksistisch. De media zijn die bespelen ons. En bij dat seksisme, wat in de media zit, vanwege het feit dat het gericht is op vrouwen. Wij mannen zijn absoluut niet geïnteresseerd in de boodschap van de tv, behalve als daar een programma is over auto's. En Wat is nou wel een goede Lamborghini? Of iets wat je wel kan betalen? Hey, daar houden wij van. Programma's over boormachines. En hoe je nou een muur metselt. Hoe stelt men een goed gerecht samen? En wat moet erin? Dat is mannen tv. Mannen hebben in principe geen mening. Zij adapteren en lossen problemen op. En voelen zich dan heel erg goed. Puk redt de dieren. In de pettenfluit. Een man gaat het om zijn eer. Als, hij, als het een goede man is, hè? Als het, als het een man niet om zijn eer gaat? Ja, wie zie je dan de, de kut homo sapiens? Waarom laat jij je als vrouw in met? Sukkels. Is dat je opdracht of zo? Ben je er echt voor een school geweest? Om naar bed te gaan met een sukkel? Die geen eer kent? Die je bottom line, het gaat om het overleven. En jou net zo goed gebruikt als jij hem. Tja. En de media die zijn gericht op vrouwen en die introduceren dingen als mode. En vrouwen zijn daar opmerkelijk gevoelig voor. Ik heb dat nooit begrepen. En ik had toen een vriendin, dat was mijn eerste serieuze vriendin. En daar heb ik ook seks mee gehad. Oh, wat een saaie seks was dat. Het sloeg je echt helemaal nergens op. Maar dat deed je dan in die. Ja, dat weet ik. Ja, zij was aan de pil. Ik had er niet eens om gevraagd. Maar ze was aan de pil. De moeder die was stom verbaasd. Toen ze dat te horen kreeg van die eerste vriendin van mij, heeft ze mij ook verteld. Ja. Op een dag kwam ze thuis en ze zei: Mam, ik wil aan de pil. Het is een sexy monster. Ja, inderdaad. Ze ging op vakantie met haar vriendin. En daar heeft ze seks gehad met de surfleraar. En ze dacht, nou, dat zeg ik gewoon eerlijk tegen Perry. En dan is er niks aan de hand, denk ik. Ja, ja dat zijn vrouw. En, en zij, ik weet nog dat zij mij mee vroeg: van ja, dan gaan we naar Utrecht, dan gaan we winkelen, want ik moet uh, iets hebben. In het roze of rood dinges. Sokken of een broek. Want ze wilde namelijk helemaal. in een bepaalde kleur over straat. En alles moest bij elkaar passen. Nou, dus winkel in, winkel uit. een twee uur in de rondte gelopen. En ze was er bijna. En toen had ze toch een twijfel van nee, het is toch niet het goede roze. Dit, nee, dit kan niet. Hier heb ik niks aan. Ook niks aan. Het moest precies die kleur zijn. Zo zijn vrouwen. Knettergek, eigenlijk. Ik ben ook een keer... Over straat gaan lopen en ik was helemaal in het oranje. Maar dat was toeval, dat was echt toeval. Ik vond het toen leuk om uh, in de zomer met een kleurtje te lopen. Ik was ergens in de 40, 46 of zo, 45. En ik denk, wat maakt mij het uit? Ik, ik doe lekker een, En ik koop een oranje broek. En het was hartstikke warm. En ik liep op sandalen. Zonder sokken. En met teenagels nekjes geknipt. En ik ben helemaal gewassen. Schone voeten. Vrouwen lopen toch ook op van die teenslippers? Nou. Blote voeten in mijn sandalen. En dan was ik in Wageningen. En. Ik had het een beetje koud en ik dacht van kom, ik koop zo'n lullige sweater. Zo'n hoodie. Dat kost een ding. Dat was de, de, de Vibra of de Zeeman of zo'n winkel. Met van die aanbiedingen, de godganse tijd. En het kost allemaal niks. En, nou, allemaal belachelijke dingen. Maar er was er eentje en die was dus oranje roze of zo dat ik ja dit gaat wel lekker zacht spul en nou een geinig kleurtje ja en ik ik reken dat af en ik doe het aan en dan in ene ontdek ik dat ik nu totaal in het roos ben oranje dingen geel toen dacht ik oh ja ja daar heb ik even geen rekening mee gehouden nou toen heb ik uh, Ongeveer 24 uur lang als een of andere clown in rond te gelopen. En toen heb ik het weer uitgedaan. En ik doe dat nooit meer aan. Of misschien een keer per ongeluk. Als je op vakantie bent of zo. En die media die spelen in op die vrouwen. Die introduceren dan dingen als mode. En we gaan er allemaal zo uitzien en dat is leuk. En mannen houden daar helemaal niet van. Echte mannen. Echte mannen die kleden zich. Punt. En voor de grap met een kleurtje. Bij het schaken is het verboden om aan het schaakbord te verschijnen. Gekleed in felle kleuren. Verboden. Punt. Je mag bij het schaken mag je van alles aandoen. En een wit overhemd kan, denk ik. Hm, dan heb je het gehad. Een platte schoenen. Ja, je hoeft er niet als een drag queen binnen te komen en tegen Gary Kasparov te gaan spelen. Want je overtreedt het reglement. Snap je? En dan nu in de media, behalve dat seksisme wat ze doen. Door die vrouwen te bespelen en alleen maar op tv te brengen of op internet of wat dan ook. Als die meisjes het maar leuk vinden, dan komt de rest vanzelf. Dat weten ze. En wat vinden die meisjes leuk en exciting, dat weten ze ook. En dat heeft dan weer te maken met seks en drugs, rock and roll. We kennen allemaal die tafereelen met, met Doe maar. Waar meisjes flauw vielen. Bij een liedje als Is dit alles? Oeh, is dit alles wat er is? En die meisjes. Yeah. Bij de Beatles had je dat ook. I love you, yeah, yeah, yeah. I love you, yeah, yeah, yeah. I love you, yeah, 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 yeah. Dat willen die meisjes graag horen. Een man zou zich daar niet voor interesseren. Die denkt hoog uit als iemand dat gaat open beweren. Van ja, dat is allemaal leuk, maar wat mocht je eigenlijk van me? Je houdt van mij, je houdt van mij, ja, ja, ja. En wat houdt het in dan? Oh, je gaat dag en nacht bij me zijn? Oh ja. Nee, daar zit ik op te wachten. En het racisme. Dat is dan nu heel erg een hot item. Dat is eigenlijk begonnen, denk ik, in Nederland met dat gedoe in Zuid-Afrika. En in Zuid-Afrika had je problemen tussen de blanke bevolking en de zwarte bevolking. En die liepen helemaal uit de hand en de Zwarte mensen gingen terreuraanslagen plegen. En wij kregen te horen dat die terreuraanslagen van die Zwarte mensen dat dat was uit wanhoop over een bitter oneerlijk systeem. Dus wat ze deden was dan weliswaar niet oké. Okay. En het was begrijpelijk. Dus het, het probleem was apartheid. Of apart. Een scheidingsding op basis van of je zwart was of niet. Ja, ja. En wat vind ik daarvan? Um, ja, je had daar toen in parken, had je bankjes en die waren alleen bedoeld voor blanke mensen. Dat soort dingen had je. En de blanke mensen waren de eigenaren van het land, en die Zwarte mensen die werkten op het land van die blanken. En daarvoor kregen ze betaald. Maar ze zouden nooit landeigenaar worden. Waarom ook? Want dat land is van die blanken. En waarom zouden ze dat land af moeten geven? Dat was het probleem. Ook in Rhodesië had je dat probleem. De, het land was het eigendom van de blanken. En die negers zwarte mensen. Die, ...die mochten werken op dat land. En Rhodesië ging hartstikke goed. Rhodesië was netto-exporteur van voedsel. Er je het gek. Afrika is een ongelooflijk vruchtbaar continent... En Rhodesië was daar een goed voorbeeld van uh, wat zo'n stuk grond kan opbrengen. Meer eten dan je zelf kan opeten. En dat is wel wat je wil van een regio. Het maakt niet uit hoe groot die regio is. Maar je wil dat een regio in overvloed voedsel produceert. Dat is gezond. Inmiddels is dat feest voorbij. Rhodesië heet Zimbabwe. Ze hebben de blanken onteigend en dat land aan de soerwachten gegeven. En nu moet Zimbabwe voedsel importeren om de monden te voeden. Heb ik mij laten vertellen. Ik weet niet hoe het daar dagelijks is. Dat weet ik wel van Zuid-Afrika. Een vriend van mij is daar geweest. Op vakantie. En hij voelde zich bedreigd. Ze liepen door Johannesburg. En hij zei: Dat is eng daar. Want dan komt er zo'n Soewarte op je afwandelen. En die schreeuwt tegen je, ik heb dorst, geef mij te drinken. In Zuid-Afrika is er nu een wet dat als jij op vakantie gaat en als je bij thuiskomst dan constateert dat er een familie in jouw woning is getrokken tijdens jouw vakantie dan moet je met die mensen gaan onderhandelen. Ze zijn niet in overtreding. Als zij dat huis nodig hebben, dan... Uh, jij blijft de eigenaar van het huis. dat huis, zonder meer, het is jouw huis. En die mensen hebben dat dan. Je mag ze er niet uitzetten. Want ze hebben jouw huis nodig. En het aantal. brute roofmoorden. is verschrikkelijk. En dan gaat het puur om misdrijven die gepleegd worden door de Soewarten. En de slachtoffers zijn allen blank. En ze vinden hun daad te verantwoorden omdat ze het. ja, blanke mensen zijn slecht. Die hebben het verpest. Dus beter roei je ze uit. Dat is duidelijk. Dat de stand van het racisme zo is. Dus... Het hoort bij het theater... Zo moet je het beschouwen. Het is een onderdeel van het theater. Want we hebben het helemaal nergens over. Het gaat maar om één ding en dat is het woord. En het woord, dat, dat is het vehikel waarop er een wereldorde zal ontstaan. En dat woord verbreidt zich. En dat woord verbreidt zich langzaam. Het moet gepaard gaan met begrip. En als je de, helige, de huidige tijd moet categoriseren, is dat er. Um, de, er is een lawine aan onzin. Dat komt van het theater. We kletsen allemaal maar wat. We kletsen mee met het theater. En we gaan ons druk maken over CO2. Hetgeen belachelijk is. Yo, maar Piri, ben jij dan een klimaatontkenner? <laughs> ja, ja. Er is een uitspraak van Roy Spencer. En die heeft geconstateerd dat al die gelden die er naar de klimaatonderzoekers gaan, dat die alleen gaan naar onderzoekers die een mogelijkheid zien om aan te tonen dat de mens verantwoordelijk is voor verschillen in CO2-concentratie. Dus alleen de onderzoek. Die dat willen aantonen, die krijgen poem. En er zijn nogal wat onderzoekers die zeggen: ja, maar CO2, dat is een natuurlijk goedje. Hè? Dus uh, neem, neem een bos van zoveel kilogram aan bomen. En ga er nou eens vanuit dat die hoeveelheid bomen, dat die constant is. Nou, bomen gaan dood. Wat? Nou, als een boom doodgaat, dan gaat die, dat hout, die bladeren, alles... Trouwens, die, die bomen laten ook bladeren vallen. Sommige bomen hebben dat. Hè. En dat geeft allemaal rot, dus de, de bladeren die vallen en de bomen die vallen. geeft allemaal rot. En bij die rot. wordt de gebonden koolstof. koolwaterstof. omgezet in CO2. Dat hoort bij de rot. En, dan, en als het CO2 geworden is. dan is het feestje voorbij. Want aan CO2 heb je helemaal niks. Als dier. Als het als dingetje. CO2 is niks. Als verbrand kool. Dat is klaar. Hm. En dan wordt die CO2 weer opgenomen door uh, planten, bomen, whatever. En dan wordt het weer koolwaterstof. Wat wij kunnen eten. Dat is de CO2-cyclus en dan heb jij zoveel hectare bos, dan kan je uitrekenen... hoeveel kilogram CO2 daar per dag uitkomt... en hoeveel er tevens wordt opgenomen. Want je weet dat de hoeveelheid bomen, die blijft hetzelfde. En elke dag vallen er bomen om, dat geeft CO2, komt er uit... dus die hoeveelheid CO2 moet ook weer opgenomen worden... En zo werkt de aarde. Ha 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 ha. De oceanen nemen ook CO2 op. Ja, dan worden ze zuur. Ja, inderdaad. Is daar wat mis mee? Dat hoort er allemaal bij. En dan gaan ze lopen beweren dat er iets verschrikkelijks aan de hand is. Er is iets verschrikkelijks aan de hand met het feit dat de CO2 concentratie varieert. Ja, maar zo moet de CO2-concentratie stabiel zijn. Snap je? Maar dat wordt wel tegen jullie gezegd: dat die constant moet zijn. Dat mag niet uit de hand lopen. Als de CO2-concentratie boven de 400 ppm komt, dan gaan we allemaal dood. Ja, ja. En dat is natuurlijk onzin. En zo wordt het woord wordt misbruikt. Punt. Ook met 9-11. Ook met de maanlanding. Het is allemaal misbruik van het woord. Het zijn leugens. Dus. Dat is verder niet zo erg. Nou, je hebt het gebied waar het woord is doorgebroken. En dat woord is doorgebroken in al zijn kwaadaardige vormen ook. Hè, met zo'n maanlanding die helemaal niet heeft plaatsgevonden. Dat was alleen met tv-beeldjes. Dat was theater. Dat is de Babylonische theater waar wij allemaal naar kijken. Oh nee, oh, Apollo 13, Oh, het gaat fout. Oh, oh komt toch nog goed. Ook oh, wel een goede film hoor, Apollo 13, ja. Oh, ze zijn niet naar de maan geweest toen, hè? nee, dat ging fout. Maar ze hebben het wel overleefd hoor. Oh, goede film. Zoeken op uh, ware gebeurtenissen. Ja, niemand vraagt zich af hoe die astronauten moesten poepen en piezen. Hoe werkt dat nou eigenlijk? En wat als je diarree hebt? Ja, dat zijn van die dingen. En dat woord. Dat is. Uh, uh, dat is ontstaan in. Sumer. Wat we nu Irak noemen. En we hebben dat Hebraeus. Dat is het een beetje. We hebben dat spijkerschrift en we hebben de Bijbel over de hele oude boeken dan hè? de oude taal. Dat is het. En van daaruit is het naar Europa getrokken die gewoonte van het woord, de kennis van het woord, het geschreven woord. En in Europa heeft dat geleid tot een ongelooflijke culturele omwenteling. Met hele mooie gebouwen, infrastructuur, irrigatie. En... Ja, we hebben heel Europa naar onze eigen hand gezet. En van daaruit zijn we boten gaan bouwen. En zijn we naar andere gebieden getrokken. En in die andere gebieden was het woord helemaal niet. Wij zijn gebieden tegengekomen in Afrika waar ze niet eens wisten wat de inhoud was van de betekenis van het woord woordenboek. Woordenboek, wat is dat dan? Dat, dat woord kenden ze niet. Dat hadden ze helemaal niet nodig. Dat, daar moesten zij zeg maar om lachen, maar dat doe je toch niet. Onze taal, die is zo simpel, daar heb je geen boek voor nodig. Dit zeg je zo en dat zeg je zo en uh, that's it. Een woord voor hoger, dat kenden ze niet. Ze hadden hoog. Iets is hoog. Maar hoger, wat is dat dan? Ontbrak in die taal. En het geschreven woord al helemaal niet. Tja. En dat geeft zo'n regio, of beter gezegd, als, de, als het woord komt. en de wetten en al die reglementen. en morgenochtend om acht uur allemaal verzamelen. Al die activiteit, al die gecoördineerde activiteit. Ja, dat, dat brengt een regio verder. De vraag is of dat altijd goed is. Maar het is een één keer gebeurd. En in Europa als voorbeeld. Heb je nu ook een milieubeweging? En los van dat theater wat ze ons opvoeren, maar dat er nu weer wat mis is met CO2 of NO2 of SO2, hebben we ook gehad. Zeg het maar. Ozon, niet te vergeten. En er is onder ons ook een heel milieubewustzijn gekomen. Bijvoorbeeld. Wij hebben ledlampen uitgevonden, geproduceerd. En ledlampen, nou, wij weten hoe het spectrum van zonlicht moet, ja, is. En wat een plant graag lekker vindt. Ja, dat maken wij uit elektra heel efficiënt. Wij produceren zonlicht uit elektra met een efficiency van 80% of zo. Dat is veel hoor. En dat maakt het weer heel duurzaam, snap je? Dat komt van ons. Dat komt van het woord. Daar komt het van. En wij, de, de blanken, wij hebben dat woord omarmd. En dat is elders niet gebeurd. Dat is er aan de hand. Tja, en rassen. Wat is dat eigenlijk? Het gaat niet om een ras, het gaat om het woord. Daar gaat het om. Het gaat om het woord en uh, niet te vergeten de Bijbel. En de geboden van Mozes. Dus, eert uw vader en uw moeder. Wat krijgen we nou? Happen naar de baas? Dan krijg je kleskoek. Of billenkoek. En zo is het. En ik zeg niet dat hier in het Westen iedereen van de Bijbel is. Verre van dat. We hebben wel begrip. Dus yes. wij hoeven onszelf niet te haten. We hoeven onszelf ook niet te plaatsen boven degene vanuit de regio's waar het woord niet zo was doorgedrongen. Want wij zijn geen bied meer waard. Het is de omstandigheid waarin wij ooit geboren zijn die ons anders maakt dan de omstandigheid... van iemand die in Senegal geboren is. Of Nigeria. En Nigeria, dat betekent negeria. En niger is Latijn voor neger. En geloof me maar dat het anders is. Er is vastgesteld... dat kinderen... Uh, prestaties op school. Dan, doe je, dan moet je het volgende doen. Dan doe je bij kinderen een IQ-test of een CITO-toets of whatever. Je gaat ze rangschikken van wie is echt het slimste. Hoe doen ze dat op school? Met rekenen, taal en dat soort dingen. En dan ga je vervolgens ook bij al die kinderen thuis ga je langs... en dan tel je het aantal boeken... In de woonkamer. Dat is het enige wat je doet. Het maakt niet uit wat voor boeken het is. Eén boek is één. Twee boeken zijn twee. Snap je? Het is gewoon een getalletje. Dus daar kan je een grafiekje van maken. En dan ga je die schoolresultaten rangschikken naar het aantal boeken in de woonkamer. En wat je dan ziet, dat is een schuine lijn die omhoog loopt. Met andere woorden, weinig boeken in de woonkamer, heb je een lage score op school. Heb je meer dan tien boeken in de woonkamer, dan is je score op school veel hoger. Alleen het aantal boeken dus. Daar kan je het al aan zien. Dus als jij als kind geboren wordt, dan is het eerste wat je moet doen, dat is het aantal boeken tellen dat er bij je ouders in de woonkamer staat. En als het te laag is, dan ga je huilen ga je vrezen voor je bestaan. Dan denk je oh mijn god, ik heb domme ouders. Hoe moet ik dit overleven? Straks krijg ik mijn IQ daar nog last van. Ja, donderpreken. En die andere mensen ja, Door velen zijn geroepen en weinigen zijn uitverkoren. Ik weet niet hoe dat moet gaan met mensen die het woord niet kennen. Hoe moet je die duidelijk maken dat ze het bij het verkeerde eind hebben? Welke woorden moet je dan gebruiken? Want ze begrijpen toch niks. En het probleem hierbij is is dat het woord het is. Laat dat maar even op je inzinken. Er is niks anders dan het woord. Punt. En het woord is van de wil. Of het woord is wil, dat kun je ook zeggen. Als de uiterlijkheid van de wil is het woord, en het gaat om het woord. We hebben momenteel een regering en die liegt, en dat deden ze altijd al, want dat doen ze uh, terwijl ze denken dat ze het goede doen. Dat zijn allemaal leugentjes om bestwil. Zo zien zij zichzelf. Ja, we moeten dit wel zeggen. Want ja, anders dan, uh, ja, dan. weet je ook niet wat er gaat gebeuren. En, ja, ex falso, uh, sequitur quadlibette. Dus. Het uh, ja, is toch een kwestie van manipuleren. Snap je? We moeten wel. Want anders krijgen we anarchie. En we doen er allemaal aan mee. Dus. We lopen met mondkapjes. En we hebben het erover met elkaar. Dus het is een schandaal, heb je het gehoord? Mijn vriend Wim. die heeft mij gevraagd om autoritjes te gaan maken. Dat vindt hij zelf erg leuk. En voor de gezelligheid. Dat ik daar mee ga. En ik vind het ook leuk. Nou, maar nu met die coronatoestand kan ik niet naast Wim gaan zitten. Wim Kradotuin. Dus zit ik achterin. En denk je nu eens in: Is dit logisch? Wim en ik hebben nog nooit van ons leven griep gehad. Ik heb wel eens, ja. een koorts en ik voel me niet lekker. En dan doe je twee dagen kalm aan en dan ben je er weer. Dan ben je oververmoeid of zoiets. Je kan wel werken, maar je hebt er geen zin in. Hij en ik hebben geen griep ooit gehad. We zijn ook nooit ziek. Zolang ik hem ken, ben ik nooit een dag ziek geweest en hij ook niet. En we roken allebei. En dat schijnt dan weer uh, onder die Chinezen. Is, uh, 40% is uh, zwaar aan het paffen daar, hè? En onder de coronapatiënten rookt maar 10%. Dus het merendeel van de coronapatiënten vergeleken met de normale Chinees, die rookt niet. Ja, ja. En wij ons maar druk maken. Idioterie. En dat blanke mensen zichzelf moeten haten, want we hebben zoveel kwaad gedaan. Ja, maar wat hebben wij nou eigenlijk gedaan? En waarom is onze generatie daar verantwoordelijk voor? Voor iets wat onze voorvaderen hebben gedaan, als ze dat al gedaan hebben. Zuid-Afrika is ooit begonnen omdat mensen uit Europa weg wilden vanwege de overheersing door Babylon. En een deel is gevlucht naar het noorden van Amerika. En een ander deel is gevlucht naar Zuid-Afrika. En we dachten daar uh, wel. Iets te kunnen gaan doen. En dat is niet gelukt. Want Babylon is achter ons aangekomen. En Amerika hebben ze helemaal in de pocket. En Zuid-Afrika ook. Ja. En nu? En waar het zo om gaat is het woord te bestrijden. Ze maken de Bijbel belachelijk. De media. is. helemaal niks. Er is, een, er is een. een website. en die heet de Universiteit van Nederland. En die wordt gesubsidieerd door Unilever. dacht ik. En daar was een man. Professor Dokter Bert Vermeersen. Met lang haar. En een beetje vettig. Een beetje vettige man. Met zo'n buikje. En onverzorgd haar. En die probeert het publiek te overtuigen... van de ernst van de situatie... Met de CO2 en de opwarming van de aarde. En in dat kader heeft hij het over een zeespiegelstijging van 80 meter. En die man is gek, dat is een debiel. En wij luisteren naar zo'n man. En wij roepen, het is een schandaal. En daar we raken we opgewonden van. Dus een vriend van mij en Wim, die is helemaal overtuigd van de ernst van de situatie... met de CO2 en dan scenario's erbij van een zeespiegelstijging van 80 meter. Want dat kan ook. Want dat heeft professor dokter Bert Vermeersen nog gezegd. Dus, ja. Wat moet je er tegenin brengen? De idioterie is zo overheersend. Je weet niet waar te beginnen. En voor ons, de levenden, geldt nog steeds hetzelfde als toen. Je weet wel, heel lang geleden, toen het net zo'n grote puinhoop was als nu. Het is helemaal niet erger geworden. Het is dezelfde wanstaltige soepzooi. Met roepende in woestijnen. En ons maakt het niet uit. Want wij staan onder contract. Wij leven onder contract. Met God. En hij is razend benieuwd. Naar wat jij dan nu eindelijk wel een keer gaat doen. Namelijk datgene waarvan God altijd al had gewild. Van waarom gaan mensen dat nou gewoon niet doen? Neem de tien geboden van Mozes. Well, how hard can it be? Dat dat jouw wetten zijn. Het enige wat je moet doen is je moet het herkennen. Het is opgeschreven voor jou. Niet voor Jan van de Overbuurman. Het is voor jou. Begin maar ergens, neem maar een gebod van Mozes... waarvan jij denkt, nou, die lijkt me echt heel moeilijk. Bijvoorbeeld het tweede gebod. Dan maak je geen gesneden beeld van iets boven deze aarde... onder deze aarde, whatever. En ga daarvoor knielen. Het is wel een conjunctie, hè? Je mag wel een gesneden beeld maken. Je mag er niet voor knielen. Als je een kaart wil tekenen aan iemand, iemand vraagt de weg. Hè? Nou, dan mag jij een pen pakken en op een stuk papier maak je een gesneden beeld. En je zegt: Nou, kijk eens hier. En dan heb je daar die supermarkt. En na die supermarkt komt die molen. En voordat je die molen krijgt, is daar naar rechts is de Rozenstraat. En dan is de tweede links is de Hubert Lampo straat. Maar daar is ook een fontein. En die fontein die staat daar. Kijk, dat mag. Je mag er niet voor knielen. Dat is het punt. En wij doen dat. Wel. Uh, wij knielen voor het beeld... dat professor Dr. Bert Vermeersen... schetst van de ernst... van de situatie. En wij verklaren dat... tot de waarheid. En wij eerbiedigen dat. En dat mag helemaal niet. Ja, als God het bedoelt... Dat, we, dat de zeespiegel... 80 meter gaat stijgen... Dan heeft dat een andere reden dan de CO2. Namelijk dat God er weer eens helemaal genoeg van heeft. Maar hij heeft beloofd dat hij het niet nog een keer zou doen. Vandaar de regenboog. Snap je? Het is helemaal niet zo moeilijk. Het is aan ons om je te onderwerpen aan de goede God. Die zijn zoon heeft geofferd. Voor al die wanprestaties van jou. Dat is hoe je kan deelnemen aan de onderhandelingstafel. Namelijk alles wat jij hebt uitgefroten, dat doet er niet toe. Want dat is al vergeven. Dus en wat zijn we dan hiernaast nog van plan? En dat gebeurt er als jij gelovig wordt. En dat is een één een op eentje tussen jou en God, die tegen jou spreekt middels Christus. En hij zal je wel vertellen wat je moet doen. En dat is jouw contract. En dat vervul je of dat vervul je niet. En als je het niet vervult, ja, shame on you. Want jij bent de enige die de mogelijkheid heeft om van jouw leven wat te maken. Punt. En you believe me, dat de mensen die aan het eind van hun leven komen en zelf vinden dat ze er niks van gebakken hebben, die mensen die zijn niet gelukkig. Dat is essentieel. Van essen. Van een zijnde. En als jij ontdekt van, ja, ik heb allemaal kansen laten lopen en toen had ik wat kunnen doen, maar ja, ja dat gaat nou niet meer, ik heb nou een geamputeerd linkerbeen en ja, dat is wel, uh, wel jammer. Dat is de, de duisternis die je hol lachend uh, verwelkomt. Het dus is mooi om mee af te sluiten dat het begrip de hel, dat komt met name van Christus. Christus is in die zin een strenge jongen. En begrijp hem goed. Hij is gestorven voor al die wanprestaties van jou. Dus zodat we het daar niet meer over, te, over hoeven te hebben. Het is zo zonde van onze tijd om te gaan bespreken wat je allemaal hebt uitgevroten. Dat willen we liever niet horen. Dus je moet je zonde niet opbiechten, je moet je fouten opbiechten. Dat wel. Daar zijn we reuze benieuwd naar. Maar niet je zonde. Dat is een mooi hè? Mooi ter afsluiting. En het is een heerlijke hemelvaartsdag. Het is vandaag 21 mei. Ik heb geld binnengekregen gisteren van onze lieve overheid. Die hebben mij 240 euro overgemaakt, iets meer. En dan kan jij je afvragen: van waarom geeft de overheid geld aan Perry? <laughs> dat is een hele goede vraag. Ik denk dat ze mij willen subsidiëren. Dat ze naar mijn beschouwingen geluisterd hebben. En ze hebben met de hand over hun hart gestreken en gedacht: ja, zo'n jongen die het zo goed bedoelt. Wat heeft hij nodig? Nou, 240 euro in de maand. Tja. Ben ik anti-overheid? Nou, praktisch gesproken niet. Tot de volgende.